Het is zover. Na 10 jaar op Apple te hebben gewerkt, ga ik terug naar Windows. Net zoals in de jaren 90. Poeh, als we maar niet terug gaan naar het uiterlijk van de jaren 90. Oversized baseball t-shirts, grote CRT-monitoren en ja, dat was ik echt. Maar goed, haters, zorg dat je je handen bij de toetsenborden houdt. En laat vast even in de reactie weten wat jouw voorkeur heeft, PC of Mac. Maar in deze video ga ik laten zien waarom ik na 10 jaar terug ben naar Windows. Toen ik wist dat ik iets in de grafische wereld wilde gaan doen, toen was het heel erg vanzelfsprekend om over te stappen van Windows naar Mac. Simpelweg omdat Windows heel erg onstabiel werd en Apple kwam destijds al met de iMac. Toen kocht ik ook de 27-inch iMac, daar heb ik 2 jaar mee gedaan. En toen wist ik dat ik nog meer met fotografie wilde gaan doen en nog krachtiger computer wilde hebben. Dus toen kocht ik de Mac Pro en dat is nog steeds dezelfde computer als die ik nu heb. Dat is inmiddels weer 7 jaar geleden. Tussentijds heb ik een klein beetje uitgebreid met extra geheugen en een andere grafische kaart. En nou is die grafische kaart, dat was de 660. Die is kapot gegaan net voor het opnemen van deze video. Dus ik heb er tijdelijk even een 1050 Ti in gedaan. Dus daardoor is die nog ietsje krachtiger dan eigenlijk de bedoeling was. Maar er zit ook gelijk een probleem. Want je kan nog een klein beetje extra geheugen erbij prikken en eventueel spelen met die grafische kaart. Maar er zitten allemaal beperkingen met dat moederbord. En dan ga je kijken van, nou, misschien moeten we dan overstappen naar de Mac Pro, het prullenbakje, zoals die nu nog steeds verkocht wordt door Apple. Maar ja, die is alweer zo'n tijd op de markt dat we inmiddels ook wel weten dat dit jaar, 2018, komt Apple met de nieuwste Mac Pro, die nou waarschijnlijk modulair zal zijn. Maar ja, dan gaan we kijken naar de prijzen. Als je nu kijkt naar de iMac Pro, die gaat pas weg voor, begint bij €5500 en natuurlijk, het is een andere soort computer, want je hebt er ook gelijk een beeldscherm bij. Maar het feit dat hij daar pas mee begint en dan wil je nog een paar leuke opties aanklikken, nou, dan gaat het echt gigantisch hoog met de prijzen. En dan de huidige Mac Pro, moet ik even spieken, die begint nog bij €4650. Nou ja, dan kan je vanuit gaan dat de nieuwste Mac Pro ongetwijfeld ook een beetje in dat spectrum zal gaan zitten. En daardoor ben ik dus automatisch gaan kijken, wat kan ik dan voor minder geld krijgen, maar krachtiger bij Windows. En dit is hem dan geworden, mijn allernieuwste werkpaard. Een Intel Core i9, 14 core om precies te zijn, met een vermogen van 3,1 GHz, 128 GB Corsair Vengeance DDR4 geheugen en de allersterkste grafische kaart die er momenteel nog te verkrijgen is, de GeForce GTX 1080 Ti met 11 GB geheugen. Erbij nog eens een keer 3 SSD-schijven, waterkoeling en een goedkoop hoerig RGB LED-stripje om het allemaal wat aan te kleden. Oké, het is natuurlijk een klein beetje overkill wat ik er nu allemaal op ingestopt. Maar het is een investering die zich over een langer traject moet gaan terugbetalen. En het maakt eigenlijk niet uit wat ik in de komende tijd ermee wil gaan doen. Want als ik er extra harde schijven bij wil gaan prikken, of ik wil toch een andere soort processor, of een grafische kaart, of nou, maakt eigenlijk niet uit wat. Je kan alles zelf bepalen en natuurlijk toevoegen en verwijderen. En dat maakt dit natuurlijk heel erg aantrekkelijk. En ik heb voor die PC ongeveer hetzelfde betaald als van die Mac Pro van 7 jaar geleden. Alleen die PC is natuurlijk vele malen sterker vergeleken met die Mac Pro. En natuurlijk op het moment dat er andere componenten op de markt zijn die weer veel krachtiger zijn, kan ik het heel makkelijk wisselen met de componenten die nu juist in deze PC zitten. En het allerbelangrijkste voor mij is, hoe doet dit in de editing? Ik gebruik Adobe Premiere voor al mijn montages. Sorry Final Cut Pro users, ik heb het geprobeerd, maar ik vind gewoon werkelijk niks. En dan gaat het er gewoon om, hoe snel kan hij mijn video's renderen en exporteren. En Premiere ziet er van binnen net hetzelfde uit op PC als op Mac. Dus daar hoef je je keuze niet op te baseren. En Apple fanboys, denk nou echt niet dat het heel bijzonder is dat alleen Apple Spacebar Preview heeft. Dus. Er is natuurlijk maar één manier om achter te komen hoe goed die PC nu echt is. En daarom gaan we een rendertest doen tussen de PC en de Mac Pro. En voor de leuk haal ik ook gewoon mijn 2014 MacBook Pro erbij. We gaan een 4K timeline aanmaken in Premiere. Daarin gooien we 3 4K videofiles van maximaal 30 seconden. Dat bestaan uit een iPhone 4K footage, Panasonic GA5S 4K en een GoPro 4K. En om het even helemaal absurd te maken gebruiken we 1 keer een 8K clip. Die komt uit een Red Weapon en dat is dus Red RAW footage. Daarbij gaan we 2 van die clips achterstevoren afspelen en alle clips krijgen een LUT erop.
Het ziet er niet heel erg mooi uit, maar daar gaat het nu niet even om. Het gaat er gewoon om dat ze zo zwaar mogelijk belast worden. En dan vervolgens slaan we het bestand gewoon op als een 4K-bestand. En dan gaan kijken hoe snel ze het doen. De MacBook Pro deed in 32 minuten 17. De minst krachtige van de drie, dat was natuurlijk wel te verwachten. De Mac deed in 6 minuten 28. En de PC deed in 2 minuten 10. Die deed dus drie keer zo snel als die Mac. En dan hoor ik je denken, ja, leuk verschil, 6 minuten of 2 minuten. Nou ja, die waardes die groeien natuurlijk exponentieel op het moment dat je nog zwaardere bestanden gaat gebruiken. En op het moment dat je een video maakt die natuurlijk langer is dan 30 seconden. Daarbij gaat het niet alleen natuurlijk over de rendertijd. Zo heb je het ook bijvoorbeeld al gewoon over de playback. Dus op het moment dat je je video in Premiere wil bekijken terwijl je aan het monteren bent, wil je niet dat die frames gaat droppen. Nou ja, dat gebeurt bij de PC niet. En bij de Mac kan je zien dat die moeite heeft met die 8K en soms ook al bepaalde 4K bestanden. Daarbij heb je ook nog eens een keer bepaalde effecten, bijvoorbeeld aan warp stabilizer of noise reduction. Op het moment dat je die op je clip gooit, hebben die ook even tijd nodig om te analyseren. Dat kan nu ook veel sneller op de PC dan op de Mac. En de snelheid kan komende tijd eigenlijk alleen maar gaan groeien, omdat de grootste hobbel zit hem nu nog in de software en Adobe Premiere om precies te zijn. Die maakt simpelweg nog niet goed genoeg gebruik van alle rekenkracht die in je computer zit. Nou is het met de laatste twee updates van Adobe Premiere al enigszins aangepast en is het al een stukje verbeterd. Maar alsnog valt er nog wel wat winst te behalen. En ik gebruik veel liever Adobe Premiere simpelweg omdat ik het hele Adobe suite nodig heb, ook voor mijn fotografie. En ook nog eens een keer natuurlijk de ondersteuning die ze bieden. Als er iets aan de hand is in een van de programma's, je komt er niet uit, het loopt elke keer vast of wat dan ook, dan schakel je een supportteam in, die nemen je computer volledig over en dat is me echt al 4-5 keer gebeurd. En die lossen gewoon een probleem op wat je ook gewoon op Google niet kan vinden. En nou ja, dat hoort gewoon bij die abonnementsvorm. Een heel groot nadeel is wel dat je geen Apple ProRes meer kan exporteren. Je kan het wel importeren en monteren, maar je kan dus niet meer opslaan. Apple heeft er gewoon voor gezorgd dat niemand dat behalve zij kunnen gebruiken. Nou ja, daar moet je dus even een omweg om vinden. Of dus inderdaad bijvoorbeeld nog de MacBook Pro gebruiken om een video die uiteindelijk geëxporteerd is in een andere fileformat om te zetten naar Apple ProRes. En daarbij nog één heel erg geinig trucje voor een samenwerking tussen Apple en Windows. Op het moment dat ik dus moest overstappen, had ik heel veel bestanden nog op mijn Mac Pro staan. En simpelweg, ik was ook nog niet heel erg gewend aan Windows. Dus ik moest ook af en toe voor bepaalde projecten natuurlijk nog teruggrijpen naar mijn Mac Pro. Maar ja, ik doe dit gewoon vanuit huis. Ik heb één beeldscherm, één toetsenbord, één muis. En om nou twee computers naast elkaar te laten draaien, ging een beetje ver. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een Logitech Craft Keyboard gekocht. Dat is een hele fijne toetsenbord die zowel voor Mac als voor Windows geschikt is. Ook zelfs dezelfde knoppen van beide consoles erop hebben staan. Samen met een Logitech MX25 muis. En mijn beeldscherm, dus een LG 38 inch curve, die heeft ook meerdere aansluitmogelijkheden. Dus de Mac Pro die zit aangesloten door middel van een DisplayPort. De PC zit aangesloten door middel van een HDMI-kabel. En beide computers zitten ook nog eens een keer natuurlijk op hetzelfde netwerk. En door middel van Logitech Flow kan je ze met elkaar laten praten. En dan kan ik ze ook nog eens een keer allebei tegelijkertijd laten draaien op hetzelfde beeldscherm. En nog mooier, omdat ze dus op hetzelfde netwerk zitten, kan ik automatisch van een PC bestanden slepen naar de Mac of vice versa. En dat maakt het natuurlijk heel erg makkelijk om een overstap te maken of twee dingen tegelijk te laten doen. We komen weer bijna aan het einde van deze video. Ram maar vast even op die abonneerknop. Die Mac Pro die gaat natuurlijk van loop van tijd uit. Op het moment dat alle bestanden veilig zijn overgezet en dat ik niet meer hoef terug te grijpen naar Apple, ja, dan gaat die echt de verkoop in. En laten we wel wezen, de restwaarde van een Mac is nog altijd veel beter dan die van een PC. Jullie zagen dat ik nog een MacBook Pro heb, maar ik heb inmiddels ook al zitten kijken naar een Dell XPS 15. Die ziet er verdomd goed uit. Nou ja, gelijktijdig komt dit jaar ook weer een nieuwe MacBook aan. En misschien moet ik dus die erbij houden voor onderweg. Of eventueel alsnog ProRes terug kunnen renderen. Maar nee, dat is iets voor de toekomst. En die Galaxy S9 Plus van Samsung, die kan wel eens vervangen worden voor de iPhone. Laat even in de reactie weten wat jullie allemaal liever hebben. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!